De kunstroute XXL in Zaltbommel was 5 en 6 september 2020. Dit was in een tijd dat de coronaregels tijdelijk waren versoepeld. Oké TV was erbij. Nou, we hebben vorig jaar een kunstrondje Zaltbommel opgericht. Kunstenaars in de binnenstad van Zaltbommel die hun atelier openden of een galerie openden of gewoon exposeerden in hun in een woonkamer, iedere eerste zondag van de maand. De Bommelse kunstroute heeft hier jaren gedraaid, die is gestopt en er was dus niks meer. En ik dacht, laat ik eens een kunstroute gaan organiseren. Kunstrondje Zaltbommel XXL. Ik ben Marijke Venner en ik schilder zelf, ik geef ook les. Maar ik heb de laatste jaren thema La Vie geschilderd. Dus wat me eigenlijk op dat moment bezighield in het leven, zoals geboorte en na mijn open hartoperatie ook hartschilderijen. En net wat er op mijn pad kwam, dat ik dacht, daar ben ik mee bezig. Na mijn open hartoperatie kwam ik meteen in de corona. Dus ik wilde ook daarover gaan schilderen. En toen is dat dit schilderij geworden. Dus quarantaine, omdat ik ook voelde dat ik eigenlijk een half jaar in quarantaine ben geweest, doordat mijn lichaam niet meer wilde. En ook nog omdat de omgeving niet meer wilde. Dus ben ik ontzettend blij dat ik nu weer gewoon lekker kan werken en de deur openzetten, mensen ontvangen en mijn werk laten zien. Iedereen mag meedoen. Ik heb geen ballotage. Iedereen zoekt een eigen ruimte, of althans de meeste mensen in ieder geval, binnen de vesting. En dat wordt eigenlijk qua aantal mensen een succes. Ik ben Ingrid Vaassen en ik kom uit Genderen. Blij dat ik hier voor het eerst sta, eigenlijk op de kunstroute in Zaltbommel. Wel aan andere exposities meegedaan, maar in Zaltbommel voor de eerste keer. En ik ben blij met deze prachtige locatie die ik aangeboden heb gekregen. Ik heb inmiddels mijn eigen galerie in Zaltbommel. Ik besta nu ongeveer 2,5 maand dat ik open ben. Ik heb een oud pand in de binnenstad gekocht. Ben ik 2,5 jaar aan het bouwen geweest. En ik exposeer mijn eigen werk. Ik doe veel. Ik maak vooral beelden, vooral in brons, maar ook in keramiek. Ik schilder. De bronzen beelden maak ik in was, na model. Het zijn allemaal unica's, dus ik laat er maar één van afgieten. Het afwerken doe ik weer zelf. Dat vind ik het leukste om zoveel mogelijk zelf te doen. Mijn naam is Femke Dupla. Ik exposeer hier samen met mijn man. Mijn man heeft schilderijen op aluminium. Zelf heb ik wat mozaïek, wat beeldjes, enkele sieraden. Ik vind alles leuk om te doen, dus af en toe moet ik mezelf flink afremmen. Wij staan in de Oliestraat, daar zijn we ook ooit begonnen met exposeren. We hebben tussendoor nog bij de poorterij gestaan. Maar ik vind het ook wel weer leuk om op deze plek nu terug te zijn. Het bezoek loopt goed, valt niks tegen gezien corona. Had ik misschien verwacht dat het iets minder zou zijn. Maar het zijn altijd gezellige weekenden. Ik ben meegekomen met een vriendin, die is kunstenares, heeft zijn eigen galerie. En die exposeert hier ook, dus ik ben met haar meegekomen. Maar mijn interesse is, ik vind het helemaal super. Ik vind het helemaal, ik kan hier mijn hart wel ophalen. Ik ben Fien Peters en ik kom uit Zunder. En ik kom hier heel graag meedoen met kunstrondje Zaltbommel. Omdat ik nieuw werk had gemaakt tijdens de lockdown, had ik zoiets, dat wil ik wel laten zien. En dat is nu hier te zien. In alle beelden zitten emoties die ik tijdens die lockdown heb gevoeld. Succes. Ik was ervan uitgegaan, we zijn met 21 man met het kunstrondje. Stel dat er 18 meedoen. En als ik 30, 40 mensen krijg voor een kunstroute, was ik al heel blij geweest. Ik had 86 aanmeldingen. Locaties aan het zoeken geweest. Op 54 locaties heb ik nu 82 kunstenaars staan. Mijn streven is omdat zondag om 5 uur, als het afgelopen is, dat er mensen zijn die zeggen van shit, ik heb niet alles kunnen zien. Helaas, dat is de bedoeling eigenlijk.